EBSS on the freedom. We willen een brief overhandigen aan de directeur. Persoonlijk. Dat willen we doen. Hey, en we vragen dat hij komt in Frans kon niet meer en hij komt nog niet. Meneer Hellings, wat gebeurt er hier? Goedemorgen. Goedemorgen, wat gebeurt er hier? Het is zo... Het ziet er niet mooi uit. Nee, het ziet er niet mooi uit. Maar ja, de leden zijn al een tijdje verhit. En dat krijg je dit jaar. En dit is naar aanleiding van uw plotselinge ontslag? Dit is de druppel, ja. Er zijn andere zaken die voorheen hebben gespeeld. Maar dat ontslag is van gisteren. Dat is de druppel. Maar hoe zit dat in elkaar precies? Iets van foto's? Je hebt foto's gemaakt en laten posten. Wat is het precies? Men heeft beweerd dat ik foto's heb gemaakt. En informatie heb doorgestuurd. Het vervelende is dat men het alleen niet kan hard maken. En ze gaan het ook niet hard kunnen maken. Omdat het strijdig is met de waarheid. Die foto's, berusten die wel op waarheid? Hoe bedoelt u berusten die op waarheid? Die foto's zijn gemaakt, ja. Die auto's kosten echt $100,000 en zo. Eerlijk gezegd, ik kan u niet zeggen als dat zo is. Ik kan het niet zeggen. Misschien dat de directeur daar klaarheid in kan geven. Maar ik wil even concluderen. Als de directie heeft gezegd dat het gaat om bedrijfsinformatie, dan zal er wel degelijk waarheid in zitten. Ja, want dat is het toch makkelijk na te trekken in de boeken? Ja, alleen heb ik geen toegang tot de boeken. Goed, en wat gebeurt er hier dan? De ALV van de OAS, die is verhit, die heeft wat zaken geëist in een motie. En die motie willen ze hier alvast afgeven. Aan de directeur? Aan de directeur. Ik denk dat hij naar buiten gaat komen, toch? Ja, de leden hebben gezegd, hij was vanmorgen om 6:00 daar. Een beetje macho aan het spelen aan de Saramakastraat. Dus dat zou niet eens kunnen opwegen als je hier zakt. Om je personeel aan te spreken. Het gaat er grimmiger aan toe. Waar gaan jullie hierna? Gaan jullie hier blijven? Nee, we gaan ook naar het kabinet van de president. We hebben de mensen gevraagd om zich in te houden. En eigenlijk wat de mensen vragen is dat de president toont dat hij de directeur is. En zijn ballen toont en die brief kan halen. Thank you. Zo, dat was Marciano Hellings, voorzitter van OAS. OAS, ja. Laten we kijken hoe het hier gaat aflopen. Thank you.
Zo, er staan een heleboel bandsleden buiten. Een deel slaat op de poort, zodat de directeur de mensen kan toespreken. Zo, ik weet niet. Laten we even nog kijken hoe dit gaat aflopen. Het regent erg hard. Ons equipment leidt eronder. Oh my goodness. Ik denk dat we de livestream gaan moeten beëindigen, want alles wordt nat hier. Die paraplu helpt niet echt. Laten we nog één ronde maken. Oké, er gebeurt iets over 2 minuten. Laten we kijken of we nog zo lang nog online kunnen blijven. Zeer verhitte gemoederen. Er zijn nog meer mensen hoor, maar ze schuilen allemaal van de regen. Wij kunnen dat jammer genoeg niet, omdat we beeld moeten brengen. Ja, sommige mensen staan gewoon in de regen. De mensen geven de directeur 2 minuten en als hij niet komt, gaan ze toch naar binnen, zeggen ze. Of wordt er gezegd. Oh, spannend. Dit is heel spannend. We kunnen... Oké, we gaan een stap naar achteren maken. Oh, nu kunnen we echt niet uit de lijf. Oh my goodness. Oké, we gaan blijven draaien zodra de camera's dat aan kunnen hoor. En de andere equipment, want alles wordt nat, maar het ziet er ook hier grimmig. Oké, het zijn ook spannende momenten. En ik neem aan dat iedereen wil meemaken hoe dit allemaal gaat aflopen, toch? Dus we gaan zo lang live totdat onze apparatuur uitvalt. Want die paraplu's helpen niet. Oh, die mensen doen die deur open. Ja, ze proberen die roldeur naar boven te trekken om naar binnen te kunnen. Zo, daar gaan we. Oh jee, we gaan een stap naar achteren maken. In geval de security gaat reageren. Daar is die brief in de envelop, waarin die brief moet zitten naar de directeur. Thank you.
Zo, het is weer rustig. Men vermoedt dat Adrico Borogwe. Oké, ondertussen gaat het harder regenen. Oké, de mensen gaan naar een andere poort waar er geen hek is. Of waar er minder beveiliging is. Ze vermoeden dat de directeur via die weg al weg is. Of weg zal gaan. Gaan we ze volgen? Laten we zien. Oh, het gaat steeds harder regenen. Ja, de mensen zijn heel erg boos. Heel erg verheerd. En zijn op dit moment dat alles in staat blijkt dit. En dit allemaal omdat de plotselinge ontslag van bondsvoorzitter Marciano Hellings. Omdat hij allegedly bedrijfsgeheimen zou hebben prijsgegeven. Zo, we twijfelen of we live moeten blijven of eruit moeten gaan. Want we zitten nou in een dilemma. Het apparatuur wordt nat en het water is niet mals. Maar er speelt zich ook een stukje historie hier af. Die sowieso vastgelegd moet worden. Oh, er is een politiewagen hier. Is dat voor extra security? Oh, een deel van de actievoerende is naar binnen. Zo. Zo, gaat dit. Oké, er wordt opdracht gegeven om om te lopen, dan gaan we omlopen. Hey.
ja, ja. Lukt dat? Er is water in die camera. Wat is me? Ya lo tengo acá, ya lo tengo acá, ya lo tengo acá.